Wil je eerst het grote of het kleine? Mijn kijkers zijn echt snitches. Ik had de vorige keer laptop, ik had dit gezegd. Is die goed gelukt? Goedemorgen jongens en meiden, kijk eens aan. Een hele goede morgen, ook een hele goede morgen voor Rover. Shout-out naar de Range Rover, hij ligt hier gewoon lekker in mijn capuchon te slapen. Hij is letterlijk in slaap aan het vallen. Of hij krijgt geen lucht en hij is bijna dood. Dat, is dat kan twee. Ook. Ik weet niet welke het precies is, ik hoop de eerste. Oh, hop. Hey. Oh. Hey. Lucht. Maar we gaan even proberen om er nog een ander mooi klein katje bij te krijgen. Dus passen er twee in deze capuchon. Maar dan moet Rover even iets omhoog. Nee, dat past. Dat past. Boot. De poot. Poot. Poot erin. Poot. Minobars. Bruno Mars. Nee, Minobars heeft er geen zin in. Oké, wat gebeurt er nu? Ze blijven op de een of andere manier blijven ze wel zitten. Oh, niet vallen jongen. Nou jongens en meiden, een hele goede morgen. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Jaden en ik, ja geloof het of niet, hebben net vanochtend gesport. En jij moet de bevestiging geven, want anders gelooft niemand mij. Ja, we hebben gesport. Ja toch? Ja. Hebben we goed gedaan? Ja. Nou, helemaal lekker. Gewoon naar de sportschool geweest samen. Ja. Niet gefilmd, want had ik allemaal geen behoefte aan eventjes. Dat wil ik gewoon lekker voor mezelf houden. En ik kan jullie ook tot nu toe nog niet echt iets leren. En ik doe het sporten voor mezelf natuurlijk. En dat is het belangrijkste. En ja, daar had ik het dus nog niet gevlogd. Misschien een andere keer. Misschien een andere keer. Ja. Maar ik ga maar eens even lekker douchen, want we hebben net lekker ontbeten. En ik heb hier een mooi prachtig poesje dus in mijn voorzak zitten. Hij blijft ook gewoon lekker zitten. Hij moet er niet uit. Ja, schat. Oh, nu zijn ze toch zo lekker klein, hè. Straks kan je ze echt niet meer in je capuchon, dan zijn ze veel te groot. Even omgekleed en gedoucht en al. Kijk eens. En jongens, check dit. Ik heb net even een zonnebrilletje bij Bruno neergelegd. Hij ligt te pitten, maar hij heeft gewoon niet door dat die zonnebril zo bij hem ligt. Oh, Brunootje. Echt altijd weer op mijn cameratas. Mijn katten thuis in Rotterdam, of Krip aan de Lek, hebben ook echt iets met mijn cameratas. Zo schattig steeds. Het is dus vandaag een heerlijk zondagje, jongens en meiden. En dit is hoe het er op de zondag aan toe gaat. Kijk. Ja, volgende week krijgt hij zijn definitieve plek. Maar nu is het nog hier. Ja. Het blijft er eens futuristisch uitzien, dit of zo. Echt? Gewoon lekker op de loopband staan. Een beetje naar de televisie kijken. Gewoon... Ja, ik sta er al een keer dicht op tv. Maar ja. Je gebruikt hem wel goed, hè? Ja. Daar ben ik wel blij om. Dat is, het is geen miskoop geweest in ieder geval. Zeker geen miskoop. Dus dat is heel leuk. Ga lekker Formule 1 kijken. Ah, top. Oké, let op. We gaan samen proberen te lopen. Oh! Oh! Hou mij vast. Oké. Okay. Yeah! Het lukt! Ah! Ah! Nee, oh shit! Nee, daar moeten we nog even oplossing voor denken. Niet doen, straks heb ik je pot. Lekker. Zo, kijk eens even hoe lekker. Ik begin hier mijn dag, of nou tenminste niet mijn dag, begin ik ermee. Maar een broodje warme benam. Dit ziet er goed uit. Met honing mosterd saus. Oh, ho, ho, ho. Heerlijk. Lekker besteld. Ik zit weer achter het stuur met ja, de ananas bij. Hey. Hallo. Zo, wat heb jij ineens helemaal opgetut? Thanks, jij ook. Nou, ik heb het niet helemaal opgetut, jongens en meiden. Maar we gaan onderweg naar iets superleuks. Want wij gaan dus naar het Burna Boy concert vanavond. Wij zijn nog nooit samen naar een concert geweest. Nee, dat... Oh, jawel. Ja, van Antoon. Ja, oh ja, ja. Ja, maar niet van een grote internationale artiest. Oh, ik dacht, ik ging zeggen van een grote artiest. We zijn nog nooit naar een grote artiest gegaan. Sorry, Anton. Nee, zo bedoel ik het niet natuurlijk. Nee, maar nog nooit naar een internationale, dus echt buitenlandse artiest. Want Anton is natuurlijk gewoon lekker, hartstikke kaaskop Nederlands. Dus dit wordt onze allereerste keer vanavond. En ik ben super benieuwd, want de vorige keer dat Burna Boy dus in Nederland zou optreden, dat was 2-3 weken terug misschien. Ja. Toen kwam hij dus niet opdagen, omdat er last minute, weet ik veel, iets fout was gegaan. Ik heb zo, geen allemaal. Idee waarom hij niet kwam, maar hij was in ieder geval niet gekomen, waardoor er niet heel veel mensen bij waren. Nee, eigenlijk gewoon helemaal niemand hier was blij. Nee. Ik denk dat echt niemand blij was die daar stond. Nee. Maar ook omdat het in het Gelderdome is en dat is in Arnhem. Het is voor ons nu bijna 1,5 uur rijden. Ja. En ja, heel veel mensen die moesten natuurlijk ook weer allemaal met de trein in één keer terug. Ja, precies. Dus het was echt chaos. Maar ik ben hartstikke benieuwd wat we vanavond kunnen gaan verwachten. Stijn, vriendin van Jaren, gaat ook mee vanavond. Alleen die gaat met haar eigen auto. Dus wij gaan haar daar pas meeten. Maar het is dus inderdaad 1,5 uur rijden. En zo gaan we er naartoe. Ik heb gewoon lekker een truitje aan. Ja, ik niet. Nee. Ik heb wel een truitje mee. Ik heb ook mijn Jacques Mestre mee. Nou, die grijs, die is van mij gekregen. Ja. Voor je verjaardag. Ja. Ja, goeie. Leuk hè? Dit is eigenlijk wel erg hè. Hebben we vanochtend zo heerlijk gesport. En dan gaan we alsnog naar de McDonald's nu. Ja, kijk, voor mij maakt het niet uit. Ik mag aankomen. Ik ga zo vaak naar de McDonald's. Zeg je nou dat het voor mij wel uitmaakt? Jij...
Nee, dat zei ik niet. Zo bedoel ik het niet. Nee joh, jij mag ook echt wel een burgertje van naar binnen werken. Hè? Dank je. Je hebt amper vet op je lichaam zitten. Dus fijn dat dat mag, want ja. Wat blij dat ik... Zeker. Dank je. Oh, ik haat mijn kijkers echt, jongen. Mijn kijkers zijn echt snitches. Ik had de vorige keer laptop, ik had dit gezegd. Oké, jongens, dit is ons geheimpje. Van jullie en mij. Zeg maar ons. Als jij dit kijkt, jou en mijn geheimpje. En niet tegen Jade vertellen dat ik, ondanks dat ze waarschijnlijk even eten voor me gemaakt heeft, ik het nog even naar de McDonald's gereden ben voor een burgertje. Ik dacht, we kunnen een geheimpje bewaren, toch boys? En? Ik kreeg DM's met, oh ja, Gio heeft een hamburger gehad. Wow, yo, kreeg je er veel? Mm. Laat me nu zien wie dat waren. Ja, dat ga ik toch niet meer. Laat me nu zien welke snitjes zijn. Oh. Persoonlijke bericht sturen. Hey, Lisa. Jij bent echt een snitch. Waarom kijk je mijn vlogs? Ja, die mensen die dat nu kijken, die weten ik precies over wie ik het heb. Maar ja, ik heb het daarna ook gewoon eerlijk tegen je verteld. Dus in principe maakt het niet uit. En alsnog hebben ze je gewoon gedremd. En alsnog, hè? Ja. Oké, laten we even in de stemming komen voor Burna Boy, ja? Laat ik even één liedje van hem gooien, dan komt hij. Hey! Dit is geen Burna Boy. Dat was even een test. Oké, deze dan. Jawel. Nee. Ja, dat is hij wel. Ja, dat is wel zie. Stormzy. Wow! Nee! Oh! Nee! Oh! Oh! Nee, dit is Stormzy. The young guys, last. Now everybody go to breakfast. Ja, leuk jongens. Dat gaan we dus vanavond allemaal een beetje horen, hopelijk. Geen idee eigenlijk. Ik ben benieuwd hè? Wat je allemaal gaat doen. Ja, kijk eens in de verte, daar is het. Weet je van welk stadion het is? Of van welk voetbalclub het geld dan is? Een Nederlandse voetbalclub. Maar van wie? Nee, je lult. Nee, echt? Nee. Ja, ik zweer het. Nee, je lult. Ik zweer het. Op wat? Op jou. Op mijn moeder. Op mijn oma. Op jou, opa en oma. Van... Het is echt een voetbalclub. Je liegt niet. Nee, ik lieg niet. Oké, dan ga ik gewoon iets randoms opgooien. Oké, zeg maar. 3, 2, 1. Nee, durf niet in PSV. Het staat er niet in Eindhoven, jongen. Weet ik veel wat PSV is. Vitesse. Ja, dat kent toch niemand. Vitesse, ja. Vitesse. Ik weet wel een kleur. Nee, weet ik ook niet. Wat dan? Het is met geel. Ja, geel-zwart. Ja. Goeie. Nou, we staan in de file. Het is 8:00 s'avonds. En hij zou 7:45 opkomen. Misschien komt Burna Boy nu wel, maar komen wij niet. Ja. Misschien draaien we de rol even om. Zo. Het is echt fucking druk namelijk. En het rijdt voor geen meter. Hey. Dat is echt heel awkward. Hey, what the fuck is het voor drukte hier? Oh, ik liep tussen al die auto's. Het was echt awkward. Wat dan? Nou, die meneer die zei, mevrouw. Ik wil niet door. Maar, wat heb jij voor lekker geurtje op? Heb ik dat? Ja. Ja, ik wilde het niet zeggen, maar... Dat is die ene van Lancôme die jij ook hebt. Oh, echt? Hey, maar waarom is het zo fucking druk? Ik sta ergens op een grasberg. Godsamme, jongens. Maar dat was wel chill, ik snap niet. Hoezo? Ja, wij wilden daarheen, die vrouw zegt... Wat zei ze nou? Nee, die kant op doorrijden. Zoiets of zo. Ja. Ze had geen zin in de werk. Nee. Ze hebben allemaal niet echt zin. Nee, maar ik zou ook geen zin hebben. Wat een walk of shame het is om hier tussen te lopen. Tussen al die auto's die hier allemaal staan, ja. Wij zijn eindelijk geparkeerd. We zijn de auto uit en nu moeten we nog even naar de goede plek gaan zoeken waar we naar binnen moeten. Maar volgens mij moeten we hier ergens aan deze kant zijn. Maar we volgen jou. Mij? Ja. Okay. Jij regelt het vandaag. Goed. Let's go. Jongens, ik draag dus deze zonnebril gewoon wat minder op te vallen. Die guy zegt, hey, dit is Gio. Hij is kankerskaffa, zegt hij. Hoezo wordt er gelijk gedacht dat ik dit ding draag? Omdat ze denken dat ik stoom ben. Ik ben een beetje zo, je hoeft niet te liggen. Oké, het is zo. Oké. Daarom draag ik dit ding inderdaad. Dit is nieuw, we zijn binnen, maar we komen bij het toilet. Dit is een jongens- en meidentoilet. Ja. Ik kwam net binnen, ik zag twee meiden staan. Ik was gelijk zo van... Ik ben verkeerd. Dat. Ja, toen zag ik dit, toen dacht ik, hè, zij zijn nog een keer nog bij dit gekeurd, maar... Oké, jongens. Wow. Ik denk dat die weer niet komt. Hij is waarschijnlijk toch komen opdagen. Yes. Kijk, ze ziet er wel mooi uit zo, hè. Oh. Ik ben samen naar een concert geweest. Ben je ook altijd bang dat je dan de nummers niet kent, dat je dan uiteindelijk echt denkt, fuck, ik ken er helemaal niet. Ziek.
gehaald. Cheers. Cheers. Hoe beleefd het weer? Oh, deze kennen we ook. De beste tune. Jongens, weer een hitje. Ik film alleen maar de hitjes eigenlijk. Ja, maar ken je de tekst? Ik ken alleen... Wacht, laten we even luisteren naar de tekst. Je hebt er niet veel aan, hè? Ik hoor alleen maar... Wah. Oh. Wow. Zit erop jongens en meiden, ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te filmen, maar het Gelderdom loopt leeg. Kijk, je ziet het. Het is allemaal voorbij, iedereen gaat lekker naar huis. Ziet er altijd wel leuk uit, helemaal loopt het leeg dan. Kijk eens. Lachen man. Vitesse. Ja, wij nog helemaal heldhaftig zeggen. Nou weet je, als we naar een concert gaan, lekker een kwartier van tevoren gaan, want dan mis je de file. Maar we hadden niet gekeken wat zeg maar de showlist was. Dus we wisten niet wat het laatste nummer was. Dus we staan recht in de file. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, het rijdt ook echt voor geen meter hier. Maar ik vond het echt leuk. Hey, ons eerste concert echt samen. Ja, ik vond het ook heel leuk. Maar ik weet niet hoe ik het gevlogd heb allemaal. Dat ga ik allemaal pas terugzien in de edit. Dat is echt soms moeilijk voor mij, zeg maar. Ja. Want ik heb geen idee, maar ik moet best wel bij natuurlijk. Maar dat sowieso, voor jullie, hé. Wat fijn dat je dat nog even benadrukt. Ja. Nee, normaal check ik altijd van tevoren, check ik de showlist van oké, bij het derde laatste nummer moet ik weggaan. Maar dat had ik nu niet gedaan, dus ik wist niet wat het laatste nummer was. Dus we staan in de file. Laatst. Dat was het dan. Gelredome. Kijk eens, weet je welke voetbalclub het nu is? Of, Vitesse. Ja, lekker! Goeie! Ja, ah, heb je toch wat geleerd vandaag.
toch wat geleerd. Is het gewoon aan. Gelukkig zijn wij uit de file gekomen. Dat zou heel kut zijn als we nu nog steeds instaan. Want het is bijna 12:30 s'nachts, jongens. En we komen weer lekker thuis in Krimpen aan. En weet je wat, Jana Anna? Nou. Ik heb een verrassing voor jou. Maar je hebt nog 2 cadeautjes. Ik heb dus nog 2 cadeautjes, jongens. Die staan volgens mij gewoon echt letterlijk recht voor de deur. Als we hier aankomen. Oh ja, de schilders zijn er morgenochtend ook weer. Oh, oh nee. Oh. Als we maar niet wakker ervan worden. Ik wil wel uitslapen. Ja, dat kan wel. Heb ik wat te zeggen daarover? We kunnen wel uitslapen, dat moet wel lukken. Dat is geen stress. Maar we gaan nu kijken of de cadeautjes voor... Zo, zo ga je lekker. Suizen ook trouwens. Ja. Of ze voor de deur staan. Komen we? Ja, kijk eens. Er staan hier inderdaad dingen voor de deur. 2 dingen zelfs, wat is dit dan? Kijk eens aan. Oh, lekker ook weer hier. Hallo poendertjes, daar zitten ze dan. Oh, mijn camera is niet helemaal scherp. Oei, oei, ik ben echt de dagen aan het aftellen tot mijn nieuwe keuken komt, jongens. Ik kan echt zo niet wachten. Ik heb het natuurlijk al aardig een aantal keer gezegd in de vlog. Het gaat zo prachtig worden, denk ik hier. En ook zo anders in de avond. En met het aquarium erbij wordt het echt ontzettend dik allemaal. Maar ja, eerst gaan we nog lekker op vakantie in de tussentijd en nog wat andere dingen doen. En Jade is nu even op het toilet, dus ik ga even kijken of dit het goede is. Of dit, wat, is dit wat ik denk dat het is? Oké, ik denk het wel. Ik denk het wel. Oh, wat leuk! Oh, wat leuk, oh, wat leuk. Oh, dit is top. Dit is top. Oké, Jade is dus even op het toilet, maar er zit hier inderdaad... Oh, een sniesje. Lekker, hè? Lekker. Sniesje-kwartje. Oké, ik heb dus hier 2 dingen liggen. Nog die veel te laat binnen waren, maar ze moesten soort van speciaal gemaakt worden. Dus vandaar dat denk ik de leeftijd zo lang was. Ik ga het jullie straks laten zien als Jade van het toilet afkomt. Daar is ze. Oké, overlicht. Wil je eerst het grote of het kleine? Laten we dat even vragen. Klein. Klein, oké. Dat is deze. Maak maar open. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan gaat vinden. Een muis. Ja. Is die goed gelukt? Ja. Soort van. Ja, hij is wel goed gelukt. Hoezo een soort van, hij is toch goed? Ja, ik zie wel aan de linkerkant hier dat hij een beetje dubbel gegaan is. Maar... Nee, dat is een dubbele spiegel is. Oh, het was wel goed. Ik dacht, het is voor één kantoor. Een muis wat van ons twee. Oh, dat is... Ik ga hem zo leggen. Nou! Ja, de kantoor is namelijk volgende week af. Of tenminste, dan wordt hij helemaal geplaatst met de nieuwe kast en alles in een nieuw huis. Dat is wel beter. Een muismat is echt chill. Ja, toch? Ja. Kijk hoe schattig. Ga ik zo over ons over. Dit is heel handig. Oké, daar had ik nog iets. Doe je ogen maar dicht. Pak maar uit. Ik ben heel benieuwd wat deze geworden is, ja. Het duurde dus lang, omdat het allemaal op maat gemaakt moest worden, denk ik. Die dus, en deze ook. Dus dit is ook met een printje? Het is wel met iets, ja. Is dit zo'n arm voor als ik alleen sla? Ja. Wacht even. Daar gaat heel mijn aesthetic van mijn huis. Ja, het is zo fucking lelijk inderdaad. Gio, latooi. Hartjes. Kijk, mocht je mij nou echt super echt missen... Kan ik zo. Dan kan je altijd denken aan mij. Alleen het ding is, ik moet hem zo leggen. Want? Jij ligt altijd links van mij. Oh. Ja, dan moet je die blouse even andersom aandoen. Het is gewoon echt een blouse zo, kijk dan. Je zou dit gewoon kunnen dragen. Je slaapt er nou met een blouse aan. Zou ik die blouse niet af kunnen halen en die is gewoon aan kunnen doen? Ik maar 1 mouw aan, schat. Oh ja, dat is waar. Dan kan je hem niet dicht doen. Nee. Maar ik vind het heel erg chill. Ja, ik weet dat je deze waarschijnlijk in je kelder gaat leggen om ook te gebruiken. Maar ik vond die helemaal leuk. Misschien. Je gaat hem gewoon weg. Nee, misschien ligt het wel heel lekker. Ja? Maar ik zou hem wel oprecht zo doen, want jij ligt altijd aan die kant. Ja. Het is echt zo'n ding wat je dan denkt van, oh ja, dit ga ik bestellen en waarschijnlijk wordt het nooit gebruikt. Mijn moeder had het ook gekocht voor mij. Oh, dat weet ik nog. Ja. Met kerst. Maar dit zijn wel altijd hele leuke dingetjes om te krijgen. Ja, toch? En om te geven, want het is origineel. Ja. En deze ga ik ook goed bewaren. Ja, die muismat is wel leuk, toch? Ja, heel leuk. Of is die ook niet mooi voor de aesthetic van je huis? Jawel, dat vind ik leuk. Tuurlijk wel. Ik ga het even bij mijn spulletjes leggen die ik weer mee moet nemen. Ja. Terug lekker in de badkamer. Zo. Ik vond de cadeautje wel geslaagd. Ik vond het wel lachen. Moet ik echt zeggen, ik heb een hele leuke avond gehad. Ondanks dat ik er eigenlijk eerst helemaal geen zin in had. Ik dacht, helemaal geen zin in het concert. Maar toch was het superleuk. Zoals je ziet, maar
Als je denkt dat je er geen zin in hebt, misschien moet je dan toch maar gewoon proberen. Dan heb je een hartstikke leuke avond, want ik heb echt een hele leuke avond gehad. Zo, dit dekbed. Dit dekbed heeft echt een poepkleur. Ja, nou ja, ik heb dit dekbed voor mij thuis volgens mij ook, dus dankjewel. Wat een poepkleur. Dat is echt geen mooi dekbed dit. Als je dit in een hotel zou zien, denk je echt, wat is dit voor smerig dekbed? Zou je dat niet hebben? Nee, dat heb ik eerder als ik jou zie. Oh. Dit is voor mij een smerig dekbed. Dat is niet je beste enkel. Nou jongens en meiden, ik weet niet of ik een lange vlog had vandaag of een korte vlog. Oh, maar... ga je weer eens je excuses... Sorry. Ik ga helemaal geen excuses aanbieden, wat zeg je nou? Nou, en dan mag je aan... Sorry dat ik zo weinig heb gefilmd vandaag. Ik heb helemaal... je bek is ja, ik ga geen... Wat zit je nou te janken, joh, jij? Nee, jij lukt laat mij gewoon even lekker vloggen hier in bed, jongen. Wat zit je nou weer kut te doen? Jij gaat altijd janken van... Sorry, jongens. Hey, geef die ding maar terug, kom maar. Sorry, jongens, dat ik vandaag te weinig heb gefilmd. Maar morgen komt er echt iets superleuks. Krijg je dat gezeik weer. Ja, maar dat is het kutte. Dus als je dat is kut als je die vlog elke dag maakt. Dan kom je soms op momenten dat je denkt van... Jee, ik heb het al 80 keer verteld of 80 keer gezegd. Dat is echt zo, hè? Of dat je dan moet je weer een titel verzinnen. Of weet ik veel iets anders verzinnen of bedenken. Dat je echt denkt van... Och, ik heb het al zo vaak gedaan. Maar ja, in ieder geval jongens en meiden. Morgen komt weer een nieuwe vlog online. Dus ik hoop jullie daar allemaal weer te zien. En dan zeg ik nu, bedankt voor het kijken. Tot morgen en la. Ter. La. La. Ter.